Zo! Je bent echt een boef. Nee! Hakken binnen, sluit. Wraps voor de baby erbij. Welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Bellinga's familievloggers en we zijn nog steeds op de camping. En het zonnetje schijnt al. Lucilla is hier lekker even aan het kleuren met een boterhammetje. En papa zit weer in het zonnetje. Campinglijn, goedemorgen. Luan is lekker aan het spelen met de puppy's. Luan, waar ben je, jongen? Het wordt weer een prachtige dag. We zijn hier helemaal all by ourselves in het zonnetje. Lekker lezen, lekker spelen. En iedereen is naar huis. Behalve de Bellinga's. Lekker weertje, hè? Wat gebeurt hier allemaal? Oh, een subtropisch zwembad? Kijk eens! Hey, heeft mama een subtropisch zwembad gemaakt? Wauw! Dat is mooi. Moeder gaat lunch maken. Oh. Maak papa nat. Maak papa nat, Luan. Ah, zo ver kom je niet. Zo ver komen jullie niet. Zie? Wat is Lucilla aan het doen? Lucilla haar badje aan het vullen. Ja. Goed zo. Zit daar water in? Ja, kom maar hier. Het zwembadje is hier lekker warm. Oh, Lua. Zwembroekjes aan, kinderen. Moet het niet erg, hè? Het zwembad lag, hij moet nog vol, hè? Hij moet nog vol, Lua. Als je hem heel vol doet, kun je heel lang spuiten. Nee, ik zit op mij. Nee, moet je dat gele ding in het zwembadje doen. Het gaat veel sneller. Gewoon in het onder water houden. Zie? Dat heeft Lucilla uitgevogeld. Dan moet je nog iets meer water erin doen. Uh-oh. Doe maar iets meer water erin. Mij doen. Oh, nee. Lu, mama heeft de camera vast. 1, 2. Goed zo. Dat is mooi. Ja. Dit is warm water, daarom vinden de mannen het waarschijnlijk niet erg. Eigenlijk spelen ze een beetje vals. Ah, jongens, niet doen, ik heb een camera. Niet doen. Nou ja, het komt op mijn been. Nee, Lu, je bent een boef. Je bent echt een boef. Nee, Luan. Nou, welkom in deze lunchvideo. Hoe heet je? Farah. Oh, Lu in het badje houden. Lu in het badje houden. Dat is zonde. Hé, hey, gele flesje gewoon in het bad. Mama heeft net drie keer gelopen in de volle emmer. Het gele flesje onder water dompelen. Gewoon in het badje. Doe maar. Hoor je dat? Nou, wat eten we vandaag, mama? Even het stuk in jouw mond stoppen. Dan blijft het minder geluid. Het is niet meer heet. Goed zo. Lekker warm, hè? Mama had een kleine jacuzzi gemaakt voor jullie, hè? Goed zo. Wil er iemand een lekker komkommertje? Heerlijk. Lekker fris komkommertje. Dat is heerlijk fris, man. Lekker, Siel. Oh, die is zo schattig zitten. Ik vind een leuk jurkje, mama. Alsjeblieft. Dat jurkje had je aan toen ik je voor het eerst zag in Nijmegen. Dit jurkje, dit heb ik al vanaf toen ik 15 was, denk ik. Ik heb hem dus nog steeds aan. 2008 zag ik hem voor het eerst. Ja. Met onze vakantiefoto bij je pand in Nijmegen. Ja, het is een heel oud jurkje. Ik heb ooit een keer gekocht in Frankrijk ergens. Maar hij blijft leuk. Hij blijft leuk, ja. En hij blijft passen. Dat is ook wonderlijk. Kijk, en Luan is blij met zijn Uzi. Uzi? Met zijn waterkanon. En Silla, lekker in bed. Lekker in bed. Mogen de pupjes ook in bed? Nee. Niet de pupjes? Silla, hè? Silla en Luan. En voor Luan ook? Voor de pupjes. Dat kan wel. Dus we gaan jullie daar vanavond dat in wassen? Dat kan wel, maar
mokken. Ja, dat kan wel. Dat kan wel, maar ze hebben geen zwemper. Dan moet je met grote billetjes. Ja. Nou, vakantieman, gezellig hè? Ja. De bellingraadjes genieten volop. Dit is het voorresultaat. En zometeen zie je het naresultaat. We gaan eerst even naar de reclame. Spannend hoor. Blijf kijken. Terug naar die andere zender. Ik kijk even het mes. Ja. Ja, er ligt een maatje op de grond, die mag dat eten. Kleine waterspiraatjes. Oh, geef maar een vader. Geef maar een vader. Ik ben niet zo vies van de natuur, hè moeder? Pupjes hebben het heel erg heet, maar heeft nu een oplossing voor, Luan? Nou, hij doet het niet meer. Oh, weet je wat, hoor. Hij heeft de pupjes een lekkere lauwe douche gegeven. Zo. Ga maar lekker in de schaduw liggen, pupjes. Wat ben je aan het doen, Silla? Ben je in de wellness? Is dit Silla's wellness? Nee. Dit is wel een jacuzzi. Is dit de Silla's jacuzzi? Ja. Kun je zeggen jacuzzi? Een jacuzzi. Dat is jacuzzi. Is Silla ons meisje eigen meisje? Hè? Ben je geen meisje eigen meisje? Prinses, dus. Nou, ga maar lekker. Ga je lekkere banen zwemmen, prinses Lucilla? roep je als eten klaar is, mama? Kom maar. Nou, welkom in deel 2 van deze kookvideo. Is het gelukt, moeder? Ja. Hebben we er ook nog eitjes bij? Nee, want we eten even geen eieren, aangezien de eieren niet goed waren. Weet je nog? Oh, oké. Ik weet niet of het inmiddels al over is, want we zitten hier op de camping, dus we hebben geen tv. Maar er was toch iets met die eieren? Oké. Dus ik heb even geen eieren meer gekocht. Laat even zien in het flapje. Wat heb je nou in het flapje gestopt? Eigenlijk moet er ook nog sla bij, maar dat heb ik niet, jongens. Dus ik heb gewoon lekker simpel kruidenboter, komkommer en tomaat. En dat rollen we even op. Het is dan een punthorst pannenkoek, of? Gewoon een rip-afvara. Een Kijk dan. Luan heeft geen zwembroek aan. Luan heeft geen zwembroek aan, want hij had het niet zo heet. Nou, dan hou je die de hele dag aan totdat hij droog is. Zet even wel een bikinibroekje aan. Ja. Nou, vader en moeder gaan lunchen. Gaan jullie maar even banen zwemmen. Oh, Luan, wat meester Freek vroeg. Armen benen lang. Hakken billen sluit. Kun je even laten zien? Hakken billen sluit. Ja, en weer naar achter. Hakken billen sluit. Hakken benen sluit. Hakkenbenen sluit. Nee, hakkenbenen sluit. En nu even. En doe eens even de armen er nu bij. Armen, benen lang. Nee, blijf maar gewoon zo liggen, want andersom kan niet. Gewoon in de lucht zo. Armen, benen lang. Armen, benen lang. Armen vooruit. Hakkenbenen sluit. Armen, benen lang. Nou, wat meester Freek, we blijven oefenen. Fijne vakantie vanuit het hete zuiden. Hakken weer in de sluit. Armen, benen lang. Goed zo. Die kunnen zo zwemmen. Bewaren jullie wat badwater voor vanavond doen zullen? In de jerrycan? Ja, klaar. Tafeltje, dat past niet meer, hè? Tafeltje past niet meer. Je ziet er leuk uit met die pet houden, hè? Nee, nee, serieus. Voor de zon. Laat even weten below de video. Staat die pet leuk? Papa vindt wel. Maar we hebben niks uit. Camping life. Nou. Kauw, 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 kauw. Moeslimpip. Kom eens. Pak hem. Pak hem. Pak de frisbee. En na 2 uur voorbereiding heeft moeder dan eindelijk. Zijn er wel heel veel geworden? Wraps voor de baby in de buik. Ja, je eet voor 2, hè? Ja, ik eet voor 2. Nou, eet ze maar. Moeder. Nou, lekker spelen. Doeg! Alles wordt nat. Lekker warm in liggen, jongen. Kom op, kom op.
Pak Luan. Ze is niet zo snel als jou. Ik ben over nu al heen. Komt hij lekker warm? Nee, warm. Oh, het water is al weg. Halen. Nou, dan hebben we hier weer de emmer. Nee, dat is drinkwater, schatje. Dat hoeft niet. Nou, ik ga maar weer eens eventjes wat emmertjes vullen, want blijkbaar vinden ze het water erg leuk. En ik doe natuurlijk ook een beetje warm water erbij, dat het niet ijskoud is voor ze. Lucilla was helemaal moe geworden van het spelen. Dus die ligt hier in de kinderwagen een lekker slaapje te doen. En ik kan mijn pet wel afdoen, want de zon is achter de wolken. En Luan en ik zijn in het vakantiedoeboek spelletjes aan het doen. Luan vindt het ontzettend leuk om die doolhof dingetjes en zo te doen. Dus wij zijn nou een, zo'n dingetje aan het volgen. En die moet dan hier uitkomen, hè, Lu? Nee, kijk. Nu kom ik echt niet meer. Oh ja, dan kom je bij de shampoofles uit. En dan moet je bij de shampoofles, moet je hier, moet je hem helemaal verder volgen. Dan moet je kijken of die daar uitkomt. Welke tekening is anders? Hier moet je kijken, hier zijn drie dezelfde tekeningetjes. Maar één tekeningetje is toch een beetje anders. Dan moet je zoeken welke anders is. Luan is altijd helemaal gek op dit soort vakantiedoeboeken. Dit is zo'n Studio 100 vakantiedoeboek. Dan kan hij echt de hele vakantie wel lekker aan zitten te puzzelen, hè jongen? Ik zie wat er anders is. Je moet naar dit mannetje kijken. Eén van die drie mannetjes is net even een klein beetje anders. Kijk maar of je het ziet. Ik weet het niet. Kijk maar eens naar de kleertjes. Ja, zie je dat? Wat? Je mist een strikje. Een strikje? En waar? Hier niet. Hier wel, kijk. Hier is een strikje. Oh, dit niet. Dit. Die niet. En die ook. Die ook wel. Zie je dat? Ja. Neem maar de puppies een beetje door. Kom maar, jongens. Kom maar. Oeh. Zit onder de touwtjes. Ze hadden een beetje dorst. Yeah! Oh, lekker de pitjes. Pitjes. Oh, wilde brasjes. Wilde brasjes. Vanavond hebben we lekkere spinazie met wat groenten. En we hebben wat soep met spaghetti. Vond je het nou weer een leuke vlog? Doe even de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren. En natuurlijk op ons belletje te klikken en andere video's te kijken. En morgen zeker weer kijken, want we gaan nog niet naar huis. En morgen gaan we iets heel leuks doen. Een dagje uit. Tot morgen. Kijken. Doeg.